Ze wisten, ons kind is van God. En het is ook voor God. Maar het wordt met de dood bedreigd. Elke dag liepen de soldaten van Farao. Ja, eenmaal voor de kinderen, hoe is dat geweest? Dat is verschrikkelijk geweest. Die liepen door de straat, stel voor de soldaten van Farao. Die lopen door de Varkenvissersstraat en bij al die straten hier. En die luisteren overal, die kijken. En je had verklikkers en verraders. En die zeiden, ja, daar is volgens mij een baby geboren. Dan moet je maar eens gaan kijken. Daar stonden die soldaten op de deur te bonzen. Die open die deur en die liepen zo regelrecht naar boven. Lag daar een moeder in het kraambed. Bij wijze van spreken, ja, maar zo is het gegaan. Als er een kind geboren was, je stierf van angst. Want elke dag gingen de soldaten door de straten en ze trapten een deur in. Ze kwamen zo binnen om eens even te kijken wat er was. Amram en Jochebed wisten, ons kind wordt met de dood bedreigd. En daarom staat er zo, in vers 3, hebben ze het verborgen. 3 maanden. Verborgen. Dat verbergen. De opvoeding. De opvoeding van Mozes heeft te maken met dat verbergen. Ja, als het over de opvoeding gaat, nou, daar kun je heel veel over zeggen. Maar een aspect van opvoeding, christelijke opvoeding, dat is voor ons vanmorgen iets. Een aspect van de christelijke opvoeding is verbergen. Verbergen voor de invloeden van de wereld. Afzonderen. Afschermen. Zo moet onze opvoeding zijn. Een verbergende opvoeding. Dat je al die bacteriën van de wereld als het ware probeert zoveel mogelijk buiten te sluiten. Waar wordt in mijn huis naar gekeken? En wat is daar te horen? Wat laat u als ouders allemaal in uw huis toe? En wat gebeurt er allemaal? Verbergende opvoeding. Ik denk aan internet en die telefoon. Wat een bron van ruzie en ellende en zorgen. Wat heeft de duivel, we weten het allemaal, hij heeft door die telefoon wel zo'n geweldige ingangspoort. Maar niks doen is geen optie. Daarom op die opvoedingsmorgen, bijvoorbeeld aanstaande dinsdag. Niet dat je daarmee de oplossing hebt, maar met niks doen. Praten, praten, praten. En dan gaat het nog vaak genoeg fout. Maar wel niet opgeven. De duivel hoopt dat je zo moedeloos wordt. En welke ouder is af en toe niet moedeloos? Eerlijk is eerlijk, hier is het ook een ouder. Ik heb niks te klagen, maar soms denk je wel eens, wat haalt het uit? En je hebt dus de neiging, laat maar lopen. Nee, wij blijven doorgaan. Aanspreken, aanspreken.